Goedenavond. Oh. Zo. Is even een keertje gezellig op zondag dit keer. Ook op zich wel een rustige dag voor mij, moet ik zeggen, om dat zo op zondag te doen. Nu nog eens zorgen dat alles werkt. Ik zat net helemaal startklaar. Druk ik Facebook weg. Kan ik weer opnieuw beginnen. Zo. Oh, ik heb het geluid niet uitgedaan. Ik kom op zich niet mezelf te horen. Dat geeft helemaal niks uit. Op zich niet mezelf te horen. Uit, zei ik toch. Zo. Nou, kijk. Ik ben klaar voor. Vanavond ga ik eens even lekker wat doen met de gelplate. En met deze super schattige voorjaarsvogeltjes van Penny Black. En ja, het is al een hele tijd geleden dat ik eens een keer live was met, hoe heet het? Met de jellyplate. Sorry, was afgeleid door een appje. Dus ik dacht, nou, laten we dat eerst doen. Het is eigenlijk hartstikke lang geleden. Het kwam vooral omdat mijn favoriete jellyplate die er ooit was, die zijn eruit gehaald. Maar Lavinia is met een goed alternatief gekomen. Dus dat is mooi. Ik ga met een ronde jellyplate aan de slag vanavond. En met aquarelverf. En stiekem heb ik er ook nog intens potloden bij gepakt. En ik heb nog geen voorbeeld gemaakt. Maar ik weet wel ongeveer wat ik wil gaan maken. Als eerste deze jellyplate. Dat is er eentje van 12,7 centimeter. En nou, die van mij. Hij is... Hij komt van Gelpress, maar hij draagt het merk Lavinia. En een Roland Printing Press. Er zit ook nog een leuk boekje bij. Kijk, hier kan je het zien. 5 inch, 12,7 centimeter of 127 millimeter in het rond. Wat maakt dat deze maat eigenlijk super goed is voor ja, kaarten A5. Vierkant, want op een 15 bij 15 kaart past die ook nog hartstikke mooi. Dus dat is, nou, er zit zo'n boekje bij. Ik ging even kijken of er nog iets leuks in staat. Natuurlijk wel hier wel weer leuke Lavinia voorbeeldjes. En hier ook. Dat boekje zit erbij. Meestal mijn gelplates, nog even goed om te vermelden, is dat het niet zo goed voor je gelplates is om hem daarna, als hij gebruikt is, weer tussen plastic op te ruimen. Als en waarom? Gelijk even een tip voor thuis. Als je hem zo opruimt en je hebt die luchtbellen eronder. Ik weet niet of die te zien zijn. Jawel, die zijn wat te zien. Die luchtplekken eronder. Dan kunnen die luchtplekken die kunnen afdrukken op je gelplate maken. Als dat een lange tijd zo opgeruimd is. Dus wat er geadviseerd wordt. En die heb ik echt niet van mezelf. Is om het... gewoon tussen een velletje papier op te ruimen. Dan heb je ook, kijk, als je die dan zo hier op doet, heb je ook die luchtbellen niet. Zie je dat? Dan is dat dus beter. Je ziet hier wel net een stukje stempel. Ik heb deze voor mij net voor het eerst gebruikt. Ik had hem al een tijdje geleden gekocht, omdat ik grote plannen had die ik weer eens niet heb uitgevoerd. Dus die voor mij die gaat straks ook netjes tussen een papiertje. Om op te ruimen. Nou, dit gaat maar gewoon even aan de kant. Het kan alleen maar in de weg liggen. En wat ik met die gelplate doe. Voor wat ik er vanavond mee ga doen. Is ik leg hem op een plastic plaatje. En ik heb hier. Misschien hebben jullie die ook wel. Zo'n groot acrylblok. Van Studio Light is deze. Die kwamen toen destijds tegelijk met die Just Lou stempels kwamen die uit.
En ja, je kunt daar een plexiglas plaatje. Je kunt er ook, als je een stempelhulp hebt, bijvoorbeeld die van Tim Holtz, waarvan je de zijkant eraf kan halen. Dus maakt niet uit als die maar ergens op plakt. Doorzichtig werkt makkelijker. En als je dat niet hebt, dan kun je hem natuurlijk altijd nog met de hand doen. Alleen met zo'n plaatje werkt het allemaal net even ietsje makkelijker. Dat is wel gewoon wat waar is. Je kunt zelfs eigenlijk nog, als je dan toch die verpakking hebt. Ja, dat moet wel lukken. Ik ga dat gelijk even uittesten. Als je deze jelly plate zou kopen en dan zou je het boekje eruit halen, dan heb je gewoon een doorzichtig hoesje. Ja hoor, dan kan je hem ook op de verpakking plakken. Dus dat is ook nog. Kijk, en als je dan dat boekje eruit hebt, even voor de beeldvorming. Natuurlijk is een plastic glaasje of een plastic plaatje, sorry, is makkelijker. Maar als je, hij blijft hier prima zo op. Ik heb alweer iets opgehangen. Dus dat kan ook. Dus mocht je denken van nou, ik vind dat een mooie maat jelly plate. Ik heb alleen zo'n plaatje niet. Je kunt dus ook de verpakking gebruiken. Ik gebruik dit plaatje. Allemaal net ietsje handzamer. Maar dat is verwennerij. Die leg ik aan de kant, want daar beginnen we helemaal niet mee. Ik begin met een aquarelpapiertje. Deze. 300 grams. Mijn stempelhulp. Nou, velletje papier dus. Die kan weer weg. Oh. Kleine aanvaring met mijn. Oh, ik heb er twee. Dat is op zich overdreven. Dit zijn stevige vellen papier. Ik ga best wel met wat water in de weer, dus dan is het wel fijn. Je ziet, ik heb weer goed schoongemaakt, maar niet eens. Is blijkbaar dan toch nog van net. Lijkt eigenlijk meer mijn eigen leliestempels. Maar goed. Blaadje plak ik even met twee tapejes vast. Die plak ik meestal gewoon ergens in die. In die stempelhulp en dan gebruik ik zo die stukjes tape, die gebruik ik gewoon een aantal keer. En dan wil ik die cirkel, die wil ik zo hier hebben. En deze stempel, die wil ik zo deels erin. Dus nou, prima. Ik doe dat even zo. Hop, dan zit die gelijk op de goede plek. Deze gaat weg. Maar zo pas ik en meet ik dat eventjes in elkaar. Als hij nu dichtklapt, dan zit die stempel eigenlijk rechts onderin op mijn blad. Dat is. En ik heb A5, voor wie dat nog niet gezien had. Een A5'tje. Nou, ik beïnkt. Wat voor inkt? Ook wel handig. Altijd een eeuwig verse fijn als je met water werkt. Ik probeer niks anders meer. Tenzij het op steen is of zo. Maar op papier en met water. Altijd verse fijn. Druk hem aan en dan weet ik dat ik hier en daar een deuk in mijn stempelhulp heb zitten. Omdat iemand te enthousiast was met de heat tool. Maar kijk, die stempelt ook gelijk mooi af. Dus die staat er goed op. Even zo'n stempchamois eroverheen. Dan krijg je niet allemaal pluizen aan je stempel. Zo. En dan kan die eraf. Die hebben we even niet meer nodig. Kijk, en dan haal ik die tapejes er altijd af. Ik gebruik qua tape trouwens de Nippon Gold Tape. Dat is speciale aquareltape. Het lijkt een beetje op washi tape. Die niet scheurt of die zuinig is voor je papier. Tuurlijk, als je wil, kan je alles laten scheuren. Zo, nou heb ik dit. Even hier een beetje spullen wegdoen. Slokje drinken. En dan gaan we verder.
Hoe groot is de stempelafdruk? Ik pak een liniaal. Momentje. Het is geen klein stempeltje. Ik heb hier een liniaal. Nou, een centimeter of 12. Bij. Ja. 10? 10 bij 12? Dat is best een lekkere stempel. Als je die op een A6 zou doen, heb ik hier een A6 liggen om het even te laten zien. Het lijkt wel dierentuin hier buiten, zoveel herrie maken ze. Even kijken. Oh, hier heb ik A6. Ik moet er even doorheen kijken, maar kijk. Als je gewoon A6 kaart, dan pas je er precies op. Even voor de beeldvorming. Hopsakee. Dus het is een lekkere, flinke stempel. Ik zit nog een beetje met mijn lichte rotzooi, maar het was eigenlijk wel goed. Nou, dan nemen we de jelly plate. Die had ik dus al op dat blok gedaan. Die ligt hiernaast. Misschien doe ik er even een wit blaadje om, maar dan kunnen jullie wat beter zien wat ik aan het doen ben. Het witte blaadje is even voor de sier. Ja, dat lukt wel. Nou, dan neem ik een penseel. Die had ik net ook nog ergens. En ik heb hier twee kleurtjes Daniel Smit. Twee van mij, ja, twee kleuren. Ik ben helemaal fan tegenwoordig van deze kleurencombi. Dus dit is de Naples Yellow. En dit is een groenige kleur. Dit is de Terre Verte. Dat is een soort grijs-groenige kleur. Vind die zo mooi. Dan gaan jullie zo wel zien waarom ik dat zeg. Een waterspreetje heb ik nog bij de hand. Mijn napjes heb ik net al nat gemaakt. Ik had ook nog een pot water. Jawel. En wat ik nu ga doen, om te beginnen. En dit kun je met allerlei kleuren doen. Hè? Ik heb nu deze kleuren gekozen. Maar als jij andere kleuren wil, misschien hebben we daar straks nog wat tijd voor, kunnen we dat ook even gewoon lekker uittesten. Ik begin met die Naples Yellow. En ik heb hier een silver brush. De 3009 Oval. Dat is een puntige platte penseel. Kijk, hij is wel plat. Maar ook puntig. Waardoor ik lekker in die napjes kan. En ik smeer die aquarelverf over die hele jelly plate. En ik weet niet of jullie last hebben van het gegil van buiten. Maar sorry, daar heb ik geen invloed op. Het is wel een beetje hard. Maar ik hoop dat het alleen hard voor mij is. Nou, die geel, die heb ik gesmeerd. Dan spoel ik mijn perceel uit. Ik veeg hem ook nog een beetje af aan hier aan de keukenrol. Die heb ik hier daarnaast ook nog staan. En dan neem ik dus die Terre Verte. En die spetter ik er wat overheen. Best, ik zou je werk, het is dat ik nu live ben, maar je werk even aan de kant. En dan spetter je hem niet onder. Nou, en eigenlijk is dit het dan. Hier en daar nog een beetje van die groen aan de rand. Voor zover dat lukt, je ziet dat al die verf, die parelt. Dus die blijft niet mooi opgesmeerd liggen. Dus prima. Oh, jullie horen geen gegil. Hartstikke mooi. Heel klein beetje water spreken bij. Doe dat zuinig. Doe het liever nog een keer opnieuw dan te veel water. Want als je te veel water hebt, flatst het overal heen. Nou, dan ga ik die jelly plate boven die vogels houden. En voordat ik hem afdruk, zorg ik dat ik een nat penseel met water naast mijn werk heb liggen. Want ik ga eigenwijs doen. Ik heb hier niet gemaskerd. Want daar heb ik geen zin in. Dus die jelly plate afdruk die komt hier helemaal overheen. Ga ik zo meteen als een gekkie zo dat allemaal weer weghalen. Die, noem het eens. Die verf uit die vogels. En dat is een gedoetje, maar dat scheelt mij weer knippen. En als ik het heel storend vind of niet meer wegkrijg, ja, dan heb ik pech. Dan,
Je kunt het natuurlijk even maskeren. Hè? Dat is allemaal niet ingewikkeld. We weten wel hoe dat gaat, denk ik. Maar ik had er even geen puf van. En dit scheelt weer gedoe. Scheelt weer knippen. Nou, ik hou hem erboven tot ik denk van ja, nou, dat, en daarom is dat blokje dus handig. Dat acrylplaatje. En tot ik denk van nou, oké, het is goed. En dan druk ik hem aan. Nou, ik zie al, ik heb best wel wat water gebruikt. Dan til ik hem op. Hop. En het eerste wat ik nu doe, is hier bij die vogels, als de gesmeerde bliksem, dat weghalen. En dat hoeft niet helemaal weg. Hoeft niet perfectionistisch, maar wel een beetje weg. Dan ga ik met mijn penseel, ga ik hem even bewerken. Een beetje, zodat ik hem uitsmeer. En dan heb ik best een redelijk glad resultaat. Ik wil geen glad resultaat. Ik wil lekker hobbel de bobbel. Zo. Grote penseel. Altijd even spannend, maar ook wel weer fijn om mee te werken. Nou, hier dit bloemetje maak ik ook nog een beetje schoon. Hop. Kijk, en nou zijn die vogeltjes, die zijn redelijk schoon gebleven. Deze niet, deze die heeft een groene streep erin. Maar als ik daar met een nat penseel overheen ga, kan ik dat prima wegkrijgen. En een beetje, is helemaal niet erg, je schildert hem straks nog in. Nou, dit, je ziet al, daarom, ik vind dit dus hele mooie kleuren. Nou, Titia, je hebt me gevonden, je hebt ook nog niet heel veel gemist. En wat je gemist hebt, ga ik nu namelijk nog een keer doen. Ik heb hier nog, op die gelplate, nog verf zitten. En ik ga er nog een klein beetje bij doen. Want ik wil hem nog ietsjes donkerder. Iets meer, relief erin. Dus ik ga hier en daar op die gelplate nog wat verf aanbrengen. Als die heel nat is, ga je hem nu even tussendoor drogen. Ik gok het erop dat die van mij niet heel nat is. Maar ja, toch wel een beetje. Ja, een paar groene spetters nog erbij. En dan vind ik het mooi. Ik haal weer een nat penseel aan de zijkant voor het betere dweilwerk, wat ik net al vertelde. Ik zal hem heel even een klein beetje aandrogen. Als het mij gegund is dat ik, had ik een stekker erin moeten doen, dat helpt wel. Hoppatee. Heel even een klein beetje. Zat. Ja. En kijk, omdat ik hier met aquarelverf in de weer ben, dan heb ik gelijk een vraag beantwoord. Zie ik voorbij komen. Dit is gewoon nog nat. Prima nat zat. Ik draai hem weer om. Die penseel, die natte, die ligt naast me. En dan ga ik hem even precies op die cirkel proberen terug te leggen. Hoppakee, ik druk hem aan. Ik haal hem eraf. Kijk, nou krijg ik allemaal van die leuke vlekken erin. En die wil ik. En dan ga ik dus nog even heel gauw proberen mijn vogeltjes schoon te krijgen. Vind je dit te veel gedoe? Gewoon maskeren dan, hè? En een beetje geel en een beetje gekleurd mag er best in zitten. Nu kan je met je penseel eventueel nog wat vlekken manipuleren. Als je denkt van nou, ik vind hem daar te donker, ik vind dit te groot, ik vind dit niet mooi. Dan pak je water. En met water maak je hem wat minder. Je had ook na de eerste keer kunnen stoppen. Als je denkt van nou, ik vind die vlekken, Eels, ik vind die vlekken helemaal niet mooi. Vond hem zonder vlekken mooier. Ja, dan is het toch goed. Je moet natuurlijk doen wat je zelf mooi vindt. Ik vind dit leuk omdat je dan al die watervlekjes erin hebt. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik moet wel even... Hier is mijn groene verf. Nou, dit kun je dus met allerlei verschillende kleuren doen. Gelplate, die hebben we nu eventjes niet meer nodig. Dus die kan ook even schoongemaakt worden.
De rest komt straks wel. Mocht weer gezellig naar de zijkant. En dit is waar ik dacht, oké, inktens potloden nodig. Mijn bak water een beetje aan de kant. Nu moet ik hem wel even droog maken. Dus dan gaan we weer herrie maken. Penseel aan de kanten. Zo. En ik zei net al, ik heb er nog inktens potloden bij gepakt. Je kunt natuurlijk meerdere dingen doen. Zo, eens even er beter voor gaan zitten. Je kunt dit met de verf doen. Je kunt ook zeggen van nou, ik pak aquarelpotloden. Ik zal het beide laten zien. En dan neem ik in dit geval aquarelpotlood Sicilian Yellow om mee te beginnen. En daar kleur ik de rand mee, zodat we die cirkel erin krijgen. En dat geeft ook gelijk wat diepte aan het geheel zometeen. Als jouw cirkel overwegend groen is, dan kun je ook een mooie groene kleur. Ik heb nu de gele kleur gepakt. Dan kijken we straks al hoe dat precies uitpakt. Zo. Maar als je denkt van ja, waarom? Ik heb geen intens potlood, ik heb wel verf. Dat zal niet voor heel veel mensen gelden, denk ik, maar het kan. Dan kun je ditzelfde puntige penseel nemen. Weer met water, dus weer die Oval 3009S. Ik laat die rand dan wat vloeien in de rest. Ga ik er alleen maar mee overheen. Het is wel makkelijk om hem dan even te draaien ook. Zie, hoe maak je een gelplate schoon als je aquarelverf gebruikt? Echt mega eenvoudig. Onder de kraan en laten drogen. Aquarelverf, dat was je gewoon met water af. En ja, pigmenten kunnen in een jellyplate trekken. Dat kan met alles. Kijk, en nou heb je dat buitenrandje even gedaan. Nu is het een beetje een maan geworden. Hè? Als ik het met groen had gedaan, had ik weer een ander effect gekregen. Maar dit lijkt de maan nu wel. Dat is dan wel weer grappig als je deze kleuren gebruikt. Ik zal straks ook nog eentje maken met misschien wel roze en die groen. Want dat is ook mega mooi kleur. Deze die kunnen we nu gaan kleuren. Dan krijgen we natuurlijk het vraagstuk. Wat voor vogeltje is het nou? Ja, op de verpakking. Even de Lego blokjes erbij. Op de verpakking staat een blauw vogeltje. Misschien hou ik me daar wel eens aan. Doe eens gek, ik wil in elk geval wel. Het is volgens mij deze. Yep. En een leuk groen kleurtje voor de blaadjes. Kom hier. En nou, ik ga wel gewoon voor de blauwe vogel. Die hebben we niet in Nederland, maar vooruit. Doen we straks een musje. Ja, maken we, want ik denk dat ik nog wat tijd heb zo meteen om er nog eentje te doen. Hier zie je dus, daar pakte ik hem voor, het blauwe vogeltje. Die kan weer weg. Dan hebben we wat kleinere penseeltjes nodig. Zo, ik vind altijd onmisbaar. En daar wil ik echt niet meer zonder. Is deze Silver Black Velvet nummer 0. Ideaal penseeltje. Dan begin ik eens met de
Credone Rose in de bloemetjes. Ik heb laatst op mijn workshops hier ook gezegd, eigenlijk als je met bloemetjes in het midden donker begint en naar de buitenkant lichter, zit je bijna altijd goed. Dus dat is misschien goed om te weten. Ik heb hier nu wat aangebracht en dat smeer ik uit naar buiten. En je ziet, ik heb hier een beetje te lang gewacht. Het nadeel van deze techniek is dus dat je het op een gegeven moment, als die goed indroogt, niet meer wegkrijgt. Dat was een vliegje, sorry. Zo. Nou, je ziet al dat dat roze, ik zal hem iets inzoomen, al prima naar voren komt zo. Nou, hier zit nog zo'n, hier zitten nog meer bloesempjes. En waar het dan net al die verf nog zat, kun je dus nu gewoon overheen schilderen. Ik heb Florence papier gepakt. Je kunt dit natuurlijk ook als je bouwwong papier neemt of weet ik schut. Dan heb je nog wat zwaarder geschud papier, waardoor je nog veel meer uit kan halen met je papier. Maar je ziet, met een goedkoop aquarelpapiertje kun je dit gewoon doen. Kijk, en hier is nog niks geweest aan verf. Zetten we wat verf in. Met water verspreiden we dat. En zo kun je relatief snel. Natuurlijk is dit voor mij routinewerk bijna. Zo vaak heb ik met aquarelverf al dingen ingekleurd. Ik ben hier in dit bloemetje wel een beetje woest geweest met schoonmaken net. Dat valt misschien wel op. Hier zit nog een bloempje. Onthoud, met aquarelverf, het droogt altijd lichter op als hoe je het aanbrengt. Dus soms dan denk je, oh, het is zo donker. En dan valt het uiteindelijk allemaal mee. Het is wel altijd het mooiste bij aquarelverf als je al wel goed verschil ziet tussen licht en donker. Als je hem helemaal egaal inkleurt, vind ik het vaak wat minder sprekend. Nou, zo kun je hem dus verder afmaken. Heb ik ook hier groen voor de blaadjes. Ik heb een andere kleur groen gepakt, namelijk de sap green. Niet dezelfde kleur als de achtergrond. Auw, prik je me in mijn oog. Bij blaadjes vind ik het vaak mooi. De onderkant een beetje donkerder. Aan de ene kant. En ik ga er nu gewoon even wat meer tegelijk doen. Zodat we zo meteen nog even kunnen experimenteren met nog meer kleurtjes op die jelly plate. Maar je ziet dat die afdruk daar dus overheen heeft gezeten. Daar heb je met kleuren eigenlijk niet zo heel veel last meer van. Ja, ik heb mijn papier wat beschadigd. Omdat ik wel heel erg hard op zitten poetsen om het eraf te krijgen. En dan krijg je hier en daar wat oneffenheden. Maar het stoort ook weer niet. Omdat alles al oneffenheden heeft. Die achtergrond ook. Door die vlekken die erin zitten.
Dus dit kun je zo prima verder afmaken. En dan komt die tot leven. Wat voor merk penselen gebruik ik? Ik gebruik de Silver Brush, de Black Velvet. Dit is de 3000S nummer 0. Dat is het hele kleine penseeltje wat ik nu aan het gebruiken ben. Daarnet voor op de Jelly Plate had ik een grotere. Dan had ik de 3009S Oval. Super fijne penseel. Wel aan de prijs. Zeg ik erbij, maar wel echt een hele mooie penseel ook. Alleen al omdat ze zwart zijn, mijn favoriete kleur, wilde ik ze graag hebben. Maar het zijn ook gewoon echt wel goede penselen. Top penselen zelfs. Het is een tijd geduurd voordat ze eindelijk in Nederland ook verkrijgbaar waren. Maar sinds februari zijn ze ook bij de Duif nu eindelijk te koop. Ik had mijn set, die had ik uit Amerika laten besteld. En toen vervolgens viel het eigenlijk nog wat tegen om die naar Nederland te krijgen. Maar gelukt is gelukt. Nou, je ziet, als je hem dus zo verder afkleurt, dat het geheel echt heel leuk wordt. Tenzij je nu thuis zit en denkt van, nou Jos, ik weet niet wat je zegt. Wat leuk. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het wel heel leuk. En aquarelverf, probeer er vooral niet te egaal mee te werken. Het is juist een prachtige verf als die wat minder egaal uitgewerkt wordt. Dit is misschien een beetje overdreven. Dikke plonswater erop. Ik probeer nu een beetje tempo te werken. Maar dit kan natuurlijk ook nog allemaal wel wat netter. Ik dacht het misschien wel leuk om met die techniek nog een achtergrondje te maken. En dan moet ik even op gaan schieten. Ja, wat ik al zei, die gel plates, dit is dus echt een topmaatje voor dit soort werkjes op A5. En die passen, weet je, daar kun je kaarten mee maken, daar kun je journals mee maken. Eigenlijk wat mij betreft de beste maat. Je hebt ook nog wel grotere, maar die zijn dan weer meer voor A4. En ja, heel veel van ons die werken niet zo vaak op A4. In ieder geval niet met stempels. Dan zou dat met deze nog wel kunnen. Want dit is een wat grotere stempel. Maar dit is echt wel een topmaatje. En dat is dus de gel plate van Lavinia. Nou, volgens mij heb ik nu alle blaadjes. Hier nog één. Wel gehad. Ietsje uitzoomen dan. Ja, leuk hè. Het is eerst eigenlijk gewoon niks. Dat je denkt van, nou, wat een geklieter om die vogeltjes leeg te krijgen. En uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Dan is het dus heel. En je hebt best wel snel resultaat. Want ja, het is gewoon al heel wat. Wat wel
ook wel echt dat verschilletje maakt. Dus even die rand eromheen, hè, die ik gemaakt heb daarnet. Dat, welke maat? Dit is 12,7 centimeter. De 5 inch jelly plate. Hij staat ook bij de producten van vanavond, die ik volgens mij nog helemaal niet met jullie gedeeld heb. Bedenk ik me net. Volgens mij had ik hem een linkje. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Even wachten, dan komt hij eraan. Zo, daar is de link. Daar staat ook, daar staan alle spulletjes van vanavond. Maar er staat dus ook die, die gelpress jellyplate tussen. Dus je denkt van nou, ik mis nog een perfect maatje. En dus ook super tof voor iedereen. En er zijn er veel van jullie die ook van Lavinia houden. Om daar Laviniaatjes bij te maken. Hè? En ook een Laviniaatje kan je op deze, met deze techniek. Kun je Lavinia werkjes maken. Zo. Dat is geen enkel probleem. Nou, dan hebben we die vogel nog. En ik had gezegd, we doen die vogel blauw. Want dat staat ook op de verpakking. Dus dan gaan we dat maar doen. Kan niet in mijn hoofd. Een blauwe vogel. Misschien hebben jullie het in de gaten. Dat komt omdat we in Nederland geen blauwe vogels hebben. Maar voor het gemak. En omdat ik het stiekem wel heel mooie kleur vind. Maak ik hem blauw. En de kleur blauw die ik hier heb, dat is de Velo Blue Red Shade. Die staat volgens mij niet bij de kleurtjes van vanavond. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Die heb ik net zitten bedenken. Dat ik hem blauw ging doen. En dan doe dus een randje. En dan ga ik hem met water verder uitwerken, die kleur. Zodat hij ook niet te donker wordt. En bij die andere vergeet ik zijn kop, dat weet ik. Die doe ik zo. Het mooie van dit penseeltje is dat er een heel mooi puntje aan zit. Dat zie je waarschijnlijk ook wel. Dus als je wat gedetailleerder werk wil doen, dan kun je hetzelfde penseeltje gewoon gebruiken. Dit is de nummer 0, dus de kleinste die er is. Ja, 10 centimeter jelly plate, dat kan ook wel hoor, Nettie. Alleen, ja, dan is die gewoon wat, dan is die zo'n stuk kleiner. 3 centimeter kleiner, dus dan heb je dit. Is net... wat je leuk vindt. Ik heb ook kleinere, maar die worden niet meer gemaakt. Begreep ik. Dus ja, normaal. Houdt het op, hè? Nou, het is wat blauwe vogeltjes. Dat... een blauwe halsbandparkiet. Ja, ik ben altijd van de vogeltjes en dan zijn het de wilde vogeltjes. De borstjes. Ik maak die toch maar gewoon weer een beetje die Naples Yellow erin. Kan mij het ook schelen. Dan lijkt het nog iets pimpelmezigs. En ja, ik zeg wel, we hebben geen blauwe vogeltjes in Nederland. Maar volgens mij heb ik net een hele ijsvogelserie... uitgebracht. Die zijn natuurlijk wel blauw, maar ja, dit zijn overduidelijk geen ijsvogels. Dit zijn gewoon zangvogeltjes.
En zo. Nou, snaveltje. Een of andere grijze kleur. Hup. Of die stempel, of die erin past. In die, oh, in die 10 centimeter. Nou, ik kan zo wel even kijken. Volgens mij heb ik er hier eentje bij de hand op tafel liggen. Zo. Nou. Tadam, tadam, tadam. Kijk, deze stempel die steekt al best wel veel uit, hè. Dat, ik pak nog even tekststempel erbij. Dat is handig. Die vergeet ik bijna helemaal te pakken. Ik heb deze set van Penny Black en er zitten altijd echt wel mooie tekstjes tussen. Ja, ik maak deze. Ik neem deze. Nemen It's all the little moments that make life a big adventure. Dat lijkt me nou eens een mooie tekst. Acrylblokje. Kan ook met je stempel op. Maar ik hou wel van een risicootje. Hoop ik altijd maar dat die tekst recht gaat. Het zal wel weer niet. Zo, hij staat er in elk geval op. En nog redelijk recht. Daar hebben we het niet meer over. Ja, op mijn lijst. Oh, dat zal ik dat even uitleggen. Op mijn lijst staan tubers. Moment, pak ik erbij. Hoe dat nou werkt met die aquarelverf. Dat je hebt van Daniel Smit heb je tubetjes. Die heb ik hier. Je hebt 15 milliliter tubes, dat zijn deze. En je hebt de 5 milliliter tubes, dat zijn deze. Dan heb je ook, je kunt uit de tube werken in een palet. Maar er zit een heel groot nadeel aan dat je vaak veel en veel te veel kleur hebt. Daarom zijn er van deze napjes. deze napjes, dat zijn kleine plastic Lego blokjes, noem ik ze altijd maar. Maar dat zijn gewoon kleine bakjes. Daar knijp je die aquarelverf uit die tube in. Kijk, er zit gewoon vloeibare verf in. Zie je dat? En als je die eruit knijpt, ik ga dat nu niet doen, want deze kleur die heb ik echt meer dan zat. Maar even voor de uitleg. Die doe je in dat napje. Dat strijk je even glad. Dat laat je indrogen. En dan heb je uiteindelijk dit. Ik had het te veel. Een napje met verf. En dat wordt hard. Maar zodra dit harde in aanraking komt met water, dus hier heb ik een penseel met water, heb ik kleur. En heel veel kleur ook, zie je dat? Zeker als je, ik gebruik alleen maar, gelogen, bijna alleen maar Daniel Smit aquarelverf. En dat is gewoon echt een super hoogwaardige gepigmenteerde verf. En uit één tubetje vul je meerdere napjes. Dus één zo'n tubetje, je ziet het hier ook,
Daar kun je 2, soms 3 keer zo'n bakje mee vullen. Dus daar doe je echt ontzettend lang mee. Die grotere tubus, want sommige kleuren zijn er niet in kleine tubus. Die grotere tubus, daar kun je er wel 4, 5, 6 uitvullen. Dat ligt een beetje aan hoe vol je de napjes doet. En hoe, dus wat ik ook wel gedaan heb, vooral toen ik er net mee begon, is met wat vriendinnen samen kopen. Van joh, koop jij die kleur? Koop ik die kleur? En zo kom je dan uit tot een uiteindelijk uit de hand gelopen collectie. Dat mag duidelijk zijn. Dus dan heb ik nu een klein beetje uitgelegd hoe dat dan werkt met die tubus. Hier omheen kun je natuurlijk nog van alles doen. Hè, met een stencil en met schaduw. Want ook hier bij die vogeltjes. Even kijken. Dan, dit is Iron Green, dat is een groene kleur. Hieronder is het echt mooi als je bij die vogeltjes, en dat doe ik dan met Inktense, die staan er niet bij voor vanavond. Maar als je die met een beetje water nog wat schaduw geeft. Ik heb nu een groene kleur gepakt, dat hoeft natuurlijk niet met groen, dat mag met groen. En dan als je dat overal doet, komt alles nog veel mooier naar voren. Misschien verstandig om de naam en het nummer op het mapje te schrijven. Met welke pen doe jij dat? Oh, met een Identity pen. Die staan wel bij de producten van de Life, dat zag ik. Dat wat ik doe met mijn napjes, want nu had ik inderdaad een lege. Maar hier op de onderkant schrijf ik altijd welke kleur er in het napje zit. En soms slijt dat eraf en dan pak ik mijn pen en dan maak ik het weer een beetje duidelijker. En dat doe ik dan met zo'n Identity pen. Gewoon een watervaste, dat is deze. Zo'n watervaste cd-schrijver. Daar doe ik dat dan mee. Nou, zal ik nog eentje doen? Even met wat andere kleurtjes nog. Te kijken hoe leuk dat wordt. Misschien wel leuk, toch? En hieromheen, weet je, je kunt randjes doodelen. Je kunt zoveel nog met die cirkel doen. En Google maar eens ook op Jellyplay dingen. Dan vind je ook nog hartstikke veel. Ik kies er nu even voor om er nog eentje te maken in een andere kleur. Dat wordt vaak wel gewaardeerd. Want ik dacht dan natuurlijk gelijk aan roze met bruin. Waar is dat in? Jelly plates. Nou, en als je dit leuk vindt, hè, deze techniek, kun je natuurlijk ook een avondje gewoon alleen maar cirkels op een blaadje zetten. Want ik heb hem nu langs de ingewikkelde weg erop gezet. Met dat schoondweilen, schoondweilen, schoondweilen. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon knippen. Alleen ik had niet zoveel zin in dit knipwerk. Want ik vind knippen gewoon een van de vervelendste dingen die er zijn. Punt. Dus als ik het kan vermijden om te knippen, dan doe ik dat. Nou, doe ik er nu nog eentje met roze en grijs. Ik pak grijs. Ik wilde bruin doen, maar ik ga toch grijs doen. Iets neutraler. Ja, zal ik diezelfde stempel er weer op zetten? Waarom ook niet? Ik vind het wel goed. Hier is die. Ik doe het maar even met een acrylblokje. Kan mij het schelen. Die stempel erop, die ligt weer ergens ver weg. Ha, met een deksel. Oh. Ligt mijn inktkussen, leg ik gewoon ergens plat op tafel. Is het helemaal zwart. Ja, en ik had net al gezegd, als je zo'n A5'je hebt, dan zet je die stempel ongeveer rechts in de hoek. Dus dat hoef ik nou niet helemaal meer uit te meten. Ik zet hem gewoon rechts in die hoek. Hoppakee. Even goed aanduwen. Op hoop van zegen dat het allemaal goed gaat met het acrylblok. En als het niet goed gaat,
Dan heb ik pech, maar het ging goed. Ik ga deze niet meer helemaal inkleuren, maar dan kunnen jullie wel nog even een leuk achtergrondideetje hebben. Met een paar leuke kleurtjes. Zo. Nou, die gelplate ligt hier. Mijn kleurtjes zijn hier. Even nat maken. Penseel erbij. En dan begin ik met roze. Verdeel ik gewoon een beetje over die jellyplate. Hoeft geen kunstwerk te worden. En ook niet te veel. Die geel net, daar kon ik best wel veel van gebruiken. Omdat ik wist dat dat een heel zacht kleurtje geel is. Zo. Nu de grijs. En dan zet ik die grijs als eerste aan de randen. Dat scheelt mij weer schaduw aanbrengen. En dan spetter ik er nog wat mee. Zo. Dan zorg ik weer voor die natte penseel die stand-by ligt. Nevel er een klein beetje water op. 3 keer spuiten, niet meer. Nou, gaan we weer mikken. Komt toch weer heel anders uit als net. Hop. En je drukt hem erop. Even rondom. Kijk, en dan zie je alweer iets heel anders ontstaan. En ik weet dat deze grijs er niet makkelijk uit. Die trekt gelijk in je papier. Dus dat is deze vogel, die krijgt er grijs in. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt. Zo. Nou, die afdruk is nog niet goed. Ik ben er nog niet tevreden over. Dus dan gaan we het proces nog een keer herhalen. Wel mooie druppeltjes, vind ik zelf. Ik vind er wel genoeg grijs in zitten, maar te weinig roze. Ik zei nog, doe rustig met die roze. Zo zie je maar weer, kletspraat. Nou, ik vind hem droog genoeg. Zo, een klein beetje water. Kijk, en die roze is echt wel roze, nou is die heel erg roze. Maar goed, hij is er. Kijk, en dit zit er natuurlijk, ik weet niet wat ik heb volgens mij mijn papier ook nog verkeerd om liggen. Maar kijk, dit gaat er nooit meer uit. Zie je wat voor, dat ging net met die geel, ging dat wel. Maar nu lukt dat niet. Je kunt het een beetje wegdeppen nog, maar daar heb je het wel mee gehad dan hoor. Maar ja, je kunt hier wel weer overheen werken. En dat geeft ook leuke effecten. Maar dit is zo'n zoveel felle roze als wat ik had willen, wat ik wilde. Maar ik dacht, oh, hij is toch niet zo fel als ik dacht. Maar toch wel. Dit vind ik veel te donker. Maar ja, wat doe je als je hem veel te donker vindt? Nemen we wit. Zeker treintje, gewoon wat minder verf. Dat is natuurlijk ook gewoon een goed idee. Kijk, en dit, ik vind hem dus te donker. Ik heb hier de witte gouache van Daniel Smit. Dus leg die erin. Doe ik gewoon wat wit. Maken we de witte vlekken in. En dan droogt hij weer wat lichter op. Dus niet gelijk denken van, oh, hij is mislukt, ik stop ermee.
Je kunt het eigenlijk altijd wel weer met iets corrigeren. En dit is ook trouwens weer heel gaaf als je een blauw had gehad. Dan krijg je weer een soort... Dit moet weer drogen. En dan kan je verder. En zo houdt het feest nooit op. Alles zit hier nu onder de witte spetters. Kijk, mooi. Uithuilen en opnieuw beginnen. Nee, we gaan niet uithuilen en opnieuw beginnen. We gaan gewoon door. Dit noem ik dan de lelijke fase. En dan komt het vanzelf alweer een keer goed. Je kunt hier natuurlijk nog van alles... weet je, als het te donker is geworden... Dan moet je het dus lichter maken. Kijk, ik ben helemaal smerig nu. Deze moet wel even drogen voordat ik verder kan. Maar ja, zo is het. Ik hoop dat ik jullie zo weer een leuk ideetje heb gegeven. Dat zou ik leuk vinden. En zo. Ik ga zo mijn muis, mijn laptop en alles even ontdoen. Van witte verf. Die witte verf die ik net gebruikte, dat is dus de gouache van Daniel Smith, de Titanium White. En die doet het hartstikke goed. Die is echt mega, en je ziet het hier ook, mooi dekkend wit. Dus die kun je daar weer goed voor gebruiken. En ja, ik zie nou pas dat mijn stempel hier, mijn tekstje niet helemaal mooi is. Nou, die maken we zo ook wel weer mooi. Uithuilen, niet uithuilen en opnieuw beginnen. Gewoon repareren. Je kan toch geen waterverf over de gouache heen doen? Ja hoor. Dat kan wel. Alleen het wordt vaak een beetje pappig, zeg maar. Maar verder kun je dat wel doen. Ik ga deze nog afmaken, denk ik. Dat zeg ik nou wel, maar ik heb nog 10.000 dingen die ik wil doen vandaag. Ik moet morgen gewoon alweer werken. Mijn weekend ging weer te snel. Maar nou, weet je, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er wat moois van gaan maken. En ja, dat. Dan ben ik er vrijdag weer. En vrijdag hoop ik te kunnen gaan distressen. Ik heb super gave stempels van Tim Hons. En ik dacht ik laat hem even zien. Maar ik heb opgeruimd. En zij die opruimen zijn alles kwijt. Ja, bijzonder. Ik had een super gave stempel van Tim Holtz. Die heb ik nog steeds. Met allemaal van die kleine plantjes erop. Dus daar wil ik leuke aquarelletjes mee maken. Met Distress. En met de nieuwe sprits die komt uit. Dus vrijdag. Hopelijk de primeur als ze op tijd binnen zijn. Gaan we lekker kijken wat voor leuk spul dat is. En ja, dat. Ik zou zeggen, hele fijne avond. Bedankt dat jullie gekeken hebben. En geniet nog even. Ja, geniet wat mooi weer deze week. Eindelijk. Dan, nou, de groeten. Doeg!